Dames en heren, wat leuk dat je er weer bent. Wat leuk dat je weer komt kijken naar deze video. Jullie zitten hier elke keer maar om te popelen en op te wachten. Je kan het ook gewoon komen kijken op mijn Twitch. Jeremy Vriezer, gewoon overal. Zelfde naam. Ja, daar zijn we weer met zo'n Minecraft filmpje. Dit is een vervolg op de vorige. Wat een vervolg was op die daarvoor. Ik speel namelijk op de Netherlands S&P server. Het is een server met bijna 100 YouTubers en streamers die samen op één wereld spelen. En daar lekker survival Minecraften met een beetje roleplay en een beetje geinigheid. Dus als je de vorige nog niet hebt gezien, ga die dan eventjes kijken. En als je die nog niet hebt gezien, ga die daarvoor even kijken. Of niet, kijk gewoon deze. I don't give a shit. Zo, in ieder geval zijn we weer in Zwitserland. En we hebben een nieuwe bewoner. Namelijk Milan. We hebben samen op zijn stream een huisje voor hem gebouwd en hem verhuisd naar Zwitserland. En alles voor hem hebben we gebouwd aan de rechterkant van de portal. Dus we gaan groots uitbreiden. Hij was al heel druk geweest met het maken van een therapiepraktijk. Nee. Ik heb namelijk iets geopend waar ik het al eerder met jou over had. De praktijk. Dus ik heb hier officieel een boek voor jou geschreven. Je mag het even voorlezen. Lieve President Jeremy, vandaag is de dag dat mijn praktijk is geopend. Therapie voor iedereen in deze wereld, omdat we het juist nodig hebben in deze moeilijke periode. Omdat Zwitserland een neutraal land is, wil ik deze therapie sessies graag aanbieden aan iedereen in deze wereld. Vindt u dit oké als er mensen gebruik maken van mijn praktijk? U bent natuurlijk van harte welkom, al denk ik met uw verstand en wijsheid dat u het niet nodig zult hebben. Echter. Nee. Als ik het mis heb, bent u natuurlijk gratis van harte welkom. Ja, tuurlijk. Ja, je krijgt toestemming. Ik hoop dat er veel mensen langskomen. Dat het een welvarende praktijk mag wezen. Ook kreeg ik hele interessante informatie van Merchant Midnan. Hallo. Oh, yo, Jer. Hey, hallo. Eerste ding is, jij gaat dus naar de rechtszaak van Damsko, hè? Ga je andere Zwitserland-members meenemen of niet? Ga je eentje? Ja, ik weet niet wie er dan allemaal zijn. En ik weet ook nog niet wanneer de rechtszaak is. Okay, weet jij daar al meer van? Ik weet ook niet precies waar het is. Water breeding. Waarom dit dan? Ja, ze zeiden tegen mij van Sam, al kom jij, neem water breeding mee. En ik zat ook zo van, waarom dat? Waarom dat? Ja. Maar ik ben zeg maar niet bij de rechtszaak, want ik ben daar niet van. Ik hoef daar niets mee te maken te hebben. Maar ik wil zeg maar niks dat er met jullie aan de hand is. Dus ik geef jullie water breathing, zodat als je gaat. Oké. Ik weet niet wat er gebeurt, wat ze gaan doen, maar dan ben je gewoon veilig. Denk ik. Oh nee, dat vind ik heel. Dat vind ik echt heel aardig van je. Dat is fijn dat je dat even laat weten. Ja, dat ik zal het meenemen. Ik zou niet weten waarom, maar. Dames en heren, tijdens een grote wereldreis gebeurde dit. Chat, er is niks aan de hand. Oh! Nee! Nee! Dus we bouwden een graf. Een mooi graf op de berg met uitzicht over Zwitserland. En toen kregen we weer onverwachts bezoek. Hallo Rusland. Hallo. Ja, goed dat we jullie zien. Duncan is namelijk net zo niet blij met jullie als dat ik ben. Wij zijn vorige keer, of tenminste ik en Malino zijn vorige keer in een gat gegooid volgens mij. Dus door de weer, wij gaan jullie helpen. Mahmoud was ook betrokken. Ah! Dus je mag Mahmoud slaan. Je mag Mahmoud slaan. Stikken? Stikken. Help! Ja, jij was ook betrokken. Maar ik heb niks gedaan. Mahmoud zegt sorry. Wat? Jullie zouden mij helpen, knotje. Ja, dat doen we ook. We moeten eerst hun helpen, dan jou helpen. Oh, zeg sorry. Oprechte excuses. Ik krijg 200 diamonds van Zwitserland. 200 diamonds van Zwitserland? Jij krijgt helemaal niks van mij. Daar geloof ik helemaal niks van. Je komt niet op ons land. Jullie hebben mijn bouwwerk gesloopt. Je komt niet Rusland op ons land en diamonds. Ja, dat is prima, maar je komt niet mijn land op en random diamonds eisen die je niet mag eisen. Waarvoor? Ik mag niet eisen, ben je een gek of zo in jouw kop? Hij vraagt waarom. Oh, waarom? Hij vraagt gewoon waarom. Oh, ik niet verstaan Nederlands. Ik voel me net een begeleider ook gewoon. Ja, nee, dit is dramatisch. Ik voelde mij al eerder begeleider met King and Pudding, maar dit is echt. Ik heb een afspraak gemaakt met Manilo. Hij zou mij geven 200 diamond, omdat ik hem heb geholpen. Oké, dit is afgesproken. Heb je het zwart op wit? Ja. Mondelinge afspraak is ook een afspraak.
Dat is geen afspraak. Zwart op wit. Zwart op wit. Ik heb heel vaak rijden rechten gekeken. In de streams hierna heb ik echt heel veel gebouwd. Bijna elke stream was wel een bouwstream. Ik wilde namelijk Zwitserland even wat mooier maken voor die oogbolletjes. Dus ik bouwde een soort bruggebouw om de omgeving wat minder saai te maken. En ik begon aan een rechtbank. Want de wereld was al een lange tijd erg onstabiel. Omdat de rechtbank en de rechter in Damsko corrupt bleken te zijn. Ik heb gepraat met Milan en met Duncan. En er gaat dus best wel gekke shit gebeuren met een rechtszaak tegen Damsko. En als het rechtssysteem valt, is er geen rechtssysteem meer. Dus wij willen een soort van grip krijgen op dat er wel nog een rechtssysteem is. Kijk, het is beter voor ons als iedereen goed is, zeg maar, met elkaar en met ons. Want dan kunnen wij nog gewoon goede handel blijven drijven. En zoals altijd kwam natuurlijk Rusland weer eens langs. Want hun land was door heel veel gezeur opgedeeld in tweeën. Het is nu Rusland en Nieuw-Rusland. Dus Rusland kwam even naar mij toe om mij aan hun kant te trekken. Overheen. Ik wil jullie allebei neersteken. Volgens mij is het een beetje een hopeloze poging om ons tegen Nieuw-Rusland te zetten. Alleen wij hebben ook al gesproken met Nieuw-Rusland. Ja, je kent ons. We zijn neutraal. We zijn niet voor jullie, we zijn niet voor de ander. Maar we zijn ook niet tegen jullie en niet tegen de ander. Dus jij was de overkoepelende kwestie, meneer man. Ja. En zij willen ons aanvallen. Ik zei je toch dat het niet ging werken. Het hele land waar ik in zit, die loopt alleen maar bonje te maken. Burning Bompie, die loopt mensen te laten ontploffen. Die denkt dat het een land is in de lucht is, zijn ze hele teams van die hero. Ja, ik loop een dorp te bouwen en dan komt hij langs en dan zegt hij, hey, met zijn dipgeknepen neus, komt hij van, hey, wil je die gaan opblazen? Wil je Puklijf gaan opblazen? Want er is een rechtszaak. En ik probeer het te regelen met hem en wij kunnen helemaal niks doen in dat land. En dan zeggen en dan worden jullie ook nog doodgeschoten terwijl jullie aan het minen zijn. Bas, ellende hier ook. We proberen alles op te lossen en alles wordt vernukt door iedereen en alles. Ik word er niet vrolijk van hier. Is het misschien een idee om het land gewoon te verlaten? En dan ja, dat is ook wel schand. Altijd als jullie hier komen is het gezeik. Nodig je mij ooit uit voor een kopje koffie om gezellig te praten over mijn dag? Nee. 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 Het nieuwe gebouw zien? Nee! Dus, nu ging het gebeuren. Het begin van de beste minigame op de hele server. Het begin van de Tree King game. Hey, hallo? Malino, ik heb je eerste twee spelers. Nou ja, we kunnen eigenlijk al met z'n allen meteen spelen. Gewoon even kijken of het werkt. Even testen. Nou, het spel is heel simpel. Je hebt hier een boom. En dan is het de bedoeling dat je je mag niks weghalen en dan moet je op de boom gaan staan en dan zoek je lekker een plekje uit. Dus misschien wil je hier zitten of misschien wil je hier zo zitten. Je mag niet crouchen, je mag alleen maar blijven staan. En dan hak ik de boom onder jou weg. En degene die als laatste blijft hangen en niet op de grond valt, die heeft gewonnen. Maar je mag dus niet meer bewegen als je op die boom staat? Nee, als ik zeg van, nou, ik kies deze waar ik nu op sta, dan mag ik alleen maar hierop staan. Ja. Ik wil deze. Je kan dit met heel veel mensen spelen eigenlijk. Ja, klopt. Het is wel een lang spel, denk ik. Ja. Het is ook heel veel tribuneplekken. Veel te lekker weertje vandaag. We zijn begonnen, ja. We zijn begonnen, ja. Spannend. Ja. Ik heb er zin in. Kun je improviseren? Oh, nee. Oh, nee. Ik ben er geen lager. Oh. Ben je dan al? Oh, je allemaal weg aan mijn kant. Ja. Ga naar de andere kant. Niet bij mij. Je moet maar een beetje geluk hebben. Ik denk dat ik wel geluk heb. Yo, Zwitserland! Love you! Nee. Oh, nee. Oh, ja. Je deur ging weer naar beneden. Maar Jay, dit is niet zo'n goede. Dit is geen goede status. Oh, je hebt er echt nog vier. Dat is echt wel oneerlijk. Vier, ja. Hoe kan dat nou? Oh, jee. Hoe sta je nog steeds zo hoog, man? Oh, nee. Er is niks onder mij meer. Nee, dat is de laatste, ja. Alleen Milan heeft twee. Milan heeft er nog twee. Oh jee. Yeah. Oh, wie gaat er nu als eerst? Alleen ja, Milan staat er nog voor. Ik wil niet. Oh, dat is heel lief. Waarom doe je niet meteen? Ik ga denk ik eerst. Oh, nee! Oh, shit. Great Russia strikes again. Yay! Als je gaat springen, dan deuk je de blaadjes in, hè? Oh. Ja, die is slim voor je. Ik spring terug. Ik keer het om. Ah, je. Hij take back my zuignap aan je schoenen gedaan, dat is slim.
Dus, nog een leuk verhaal. Bedenk eens. Oh jee, het staat gelijk. De turnaround. Oh nee. De hele game staat weer gelijk. Oh jee, het is echt... Oh, dit is zo spannend. Hoe dan? Jij bent aan de beurt, Kev. Ik wil niet. Je bent aan de beurt. 1v1. 1v1. Waarom, Kev? Ik ga, ik ga de oude plek van Arvi pakken. Neem uw plaats, neem uw plaats. Vuur komt van onder. Fire resistance potions nodig. Shit, maar vuur werkt anders. Dan kan je best helemaal aan de rand staan. En niet in het midden. Oh, het is begonnen. Oh, ja. Oh jee. Oh shit. Auw, auw. Oh, yeah, yeah. Ik sta aan de fik. Ja, je moet het uiteindelijk opgeven. Oh jee. Oh jee. Oh, ik ben neer. Oh, help. Ik ben neer. Goed idee is eigenlijk. Oh, ik ga het niet Yes. Oh nee, flames again. Ik ga dood. Oh ja. Dit is een Help! Kan iemand even spannende muziek doen? Of wel, ik heb wel een spannende muziekje. Daar gaan we weer. Skrrr! Rap over de boom. Yeah! Ah, Zwitserland in de house. Met de tree game. Wacht even jammen, jongens. Klopt. Ik vind dat er meer skirt in moet. In een wereld dat we op een boom staan, zijn er vier dappere mannen bezig met een boomwedstrijd in Zwitserland. Ze zeiden tegen hun vriendinnen dat ze aan het werk waren. Maar ze stonden in Minecraft op een boom. True. Oei, oei. Oh! Oh! Oh, wat gebeurt er? Oh nee! Dit is niet goed! Dit heb ik niet in de hand, dit gebeurt gewoon! Help! Hij gaat niet uit! Help! Hij gaat niet uit! Wie gaat derde worden in de Tree King game? Wie gaat derde worden in de Tree King game? Wie gaat eerste worden in de Tree King game? Wie gaat eerste worden in de Tree King game? Tree King game! 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 Oh! Nou, dat was de laatste. Dat was een fire. Dat was lit, gast. Straight up fire, dude. Dat was wel een tune, hoor. De Tree King Game. Tree King Game. Dat is de Tree King Game. Er was een groot server-evenement gaande, namelijk de Talenten Show in het Colosseum. 420 Airlines. En hij komt op met zijn enige echte Samsung-imitatie. Geef hem een applaus. Hallo, mijn naam is Gert, maar dan 13 jaar oud. Ik ga voor jullie een Samsung-imitatie doen. Oh, waarom? Pudding! Volgende act die we voor jullie hebben is Malino. Hier komt hij. Geef oh, Malino! Malino! Hey! Vandaag heb ik voor jullie... niet alleen comedy, maar ook een soort raadsel. Het gaat namelijk zo. Als je nog één keer wordt onderbroken, dan ga ik echt er vandoor. Dan ben ik er helemaal klaar mee. Dat meent hij. Jantje, die liep naar... Nou, wat Oh, nee, nee. Let's go! Pech! Kom dan! De volgende contestant van Friesland Got Talent is enige echte Joost. Ik kan vliegen! Oké. Voor mijn aankomende act heb ik al jullie hulp nodig, want ik ga namelijk... vliegen. Oh. 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 Ik ga vliegen
dames en heren, nog nooit heeft een Minecrafter gevlogen in deze server. En ik heb de krachten gevonden om dat te doen. Maar daar heb ik jullie hulp bij nodig, dames en heren, jongens en meisjes van het publiek. Ik wil dat jullie een voorwerp in jullie handen nemen. Het maakt niet uit welk voorwerp. Hou het item goed in je handen en concentreer je goed op het item. En nou wil ik dat je het item overgeeft naar je andere hand. En steeds sneller. Steeds sneller. Het is een vogel! Dames en heren, de enige echte Mahmoud, geef hem een applaus! Mahmoud gaat een zelfgeschreven gedicht voor ons voordragen. Oh, mooi. Oh, dat gaat echt heel lang duren, hij kan niet lezen. Oké, hallo. Ik heb een gedicht geschreven over kebab. Kebab is mijn leven, zo sappig en vers. Kebab wil ik eten, zo zoet als een kers. Mijn kebab is zo groot, het past in jouw mond. Ik stop mijn kebab heel diep in de oven om het op te warmen als het niet warm genoeg is. Dank je wel. Meneer Puklife met zijn blokfluit, geef hem een applaus. Hallo. Helemaal baby's. Ik ga vandaag voor jullie blokfluiten. Was dat niet een unaniem iets? Ik kan echt niet. Perfect. Ik kan echt niet. Oh jee. Oh nee! Oh mijn god. Onze volgende act is meneer Linktijger met zijn goocheldoos. Ik bezit ook van een magische kracht. En daarvoor ga ik mezelf eventjes verdwijnen voor jullie. Trident. Dames en heren, de volgende kandidaat is de heer Michael Beukers. Hey Michael! Hey Michael! Hey Michael! Ik heb een gedicht geschreven over Nieuw-Rusland. Dat zijn mijn buren. En klootzak! Nieuw-Rusland, een land vol satire. Met biezels en zwijnen en vliegende rieren. En Leiden, die koos voor zichzelf. En toen nam hij de biezen, liet anderen voor hem kiezen. Nu huil ik met een traan, sta depressief achter het raam. Kijkend naar de grens, maar met één wens. Sneak peek van Mahmoud Soli fans. Dit gedicht eindigt. Ik ben nog niet klaar. Dit gedicht eindigt met een harde knal. Het zal zonde zijn als er een boom op je schuurtje valt. Ik heb geen boom, maar het moest er even bij, weet je wel. Dank u wel, alstublieft. Amen. Onze volgende act, de eerste dame van vanavond, geven een hartelijk applaus voor Lotje. Ik ga al inderdaad een liedje zingen. Ik wist niet precies wat voor soort talentenjacht het zou worden. Dus ik heb daadwerkelijk talent meegebracht. Wow. Dat was hem. Dames en heren, de volgende act voor jullie is meneer Kippensoepje. Ik moet zeggen dat ik het best spannend vind, aangezien ik ook ga zingen. Ja, begin maar gewoon. Oh, we're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I
Just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up, Billy. Never gonna let you down. Never going round and round and desert you. Never gonna make you cry. Fuck jou, Kenzie. Never gonna say goodbye. Never tell him one lie and hurt you. Dankjewel. We zien jullie zo na de reclame. Jerry, je moment. We hebben een live optreden van Jeremy Frieser. Nou, pauze. Dames en heren. Oh nee. Wie is hier klaar voor de Tricking Game? Wie is er klaar? Wie gaat er winnen in de Tricking Game? Tricking Game. Tricking Game. Tricking Game. Tricking Game. Wie gaat er winnen in de Tricking Game? 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 Tricking Game. De winnaar van Friesland Got Talent met 5 stemmen is geworden de enige echte Lotje! Gefeliciteerd! Dames en heren, als jullie dadelijk nog wat leuks willen doen... In Zwitserland, de Tricking Game. Je weet dat ik achter je aanspring meteen, hè? Dat weet je. We gaan allemaal naar Zwitserland. Naar Zwitserland, Tricking Game. We gaan naar de Tricking Game. Tricking Game. Tricking Game. Tricking Game. Ik maak hem open voor je. Succes ook. Tricking Game. Tricking Game. Dames en heren, fijn dat jullie er allemaal zijn bij de enige officiële, echte, wereldberoemde, alleen in deze wereld, Tricking Game! Tricking Game, Tricking Game. Ik ga allemaal niet. Daar ga je, Kevin. Wie is de eerste die gaat afvallen? Niet Kroontje. Wie is het? Waar het doet er al af? Oh, nee. Wie wordt de volgende? Spannend! Wie wordt de koning? Ho! Wie wordt de Tree King? Jammer, heel jammer. Tree King! Catjam in de chat inderdaad. Yo, mensen zijn helemaal aan het catjam, joh. We zijn alleen maar catjam. Tricking game. Tricking game. Tricking game. Ik voel het lang. Tricking game. Oh, ik kan het niet. Duncan en Jeremy hebben nog 1 plat onder zich. Billy heeft eigenlijk nog 2 in. Netherlands en Ryan heeft gewoon nog 3. Go, Ryan, go! Insane. Oh! Zwitserland is out of the race, dames en heren. Run, go, Ryan! Hey! Ik mag niet springen, anders had ik ook gesprongen. Winter, dit is doe ik voor jou. Doe het! Doe het voor jou, Winter. Doe het voor mij! Voor de aardappel. Oh, je stemband is een steentje. En je stemband. Luk heeft er 2. Ik kan niks zeggen. Ryan heeft er nog 2. Oh nee! Jongens, kiezen! Snel! Oh, het is opeens dag. Oh, dat gaat skip! Oh, de god heeft het dag. Dat gaat Rusland. Even de vogels weggejaagd, jongens. Is hier de vogels zo zeker of niet? Ik heb geen idee. Tricking game. Insane dit. Tricking game. Tricking game. Het zit echt de hele dag bij mijn hoofd, hoor. Oh! Dit is jammer. Dit is jammer.
Oh nee, Billy, we staan, wij zijn de enige met twee blokjes nog. Lekker. Dit wordt spannend. Nee, ik denk dat Ryan hem gaat winnen. Oh! Het is een top 3. Wie wordt het? Publiek. Laat je horen voor de laatste 3. Wie wordt het? Moet je wel spannende muziek hebben of niet? Ryan! Hey, wat is dit nou? Frik. Hij zal meteen. Hey, hallo. We hebben twee muzieken door elkaar. Fuck! Oh, Ryan! Nee, dit was niet! Wie wordt het? Nieuwe blokkie! Nieuwe blokkie! Wie gaat de winnaar worden van de Tree King Game? Wie gaat de winnaar worden van de Tree King Game? Tree King Game! Kom op, freaking game! Oh. Oh. Tricking game, tricking game, tricking game! Tricking game! The tricking! Queen! The tricking game! Duncan wilde graag zijn eigen winkeltje openen, namelijk Duncan's Weapons and Tools. Dus we hadden daar eventjes een mooi winkeltje voor gemaakt, zodat hij daar lekker mee bezig kon zijn. En toen was het tijd voor de lang verwachte grote Damsco-rechtszaak. Wij waren als Zwitserland gevraagd om de vrede te komen bewaren als neutraal land. Dus we gingen in volle gear naar de rechtszaak toe. Kan iedereen binnen blijven? Kunnen de deuren van de rechtszaal dicht? Kan iedereen even op zijn plaats blijven? Ik denk dat het tijd is om een uitspraak te doen. Ik heb genoeg gehoord. Dank u wel sowieso allemaal voor het hier bijeenkomen bij deze rechtszaak tegen Thomas de Zeppeling. We hebben hier meerdere getuigen gehoord vanuit het kamp van zowel Thomas als Nat Vlees. En uiteindelijk is dit mijn uitspraak en daar zult u het voor vandaag mee moeten doen. Thomas werd beschuldigd van oplichting, een wurgcontract, geweldpleging tegen mensen en dieren. Er is een ziekenhuis opgeblazen. Daar zou een inspectie plaatsvinden. Heeft inderdaad geen inspectie plaatsgevonden. Dat ziekenhuis is zonder weerwoord zomaar opgeblazen. Het feit dat daar überhaupt zomaar een gebouw wordt opgeblazen zonder weerwoord is natuurlijk al erg kwalijk. Maar deze zaken allemaal bij elkaar tellen natuurlijk zeker op tot tenminste corruptie. En misschien nog wel meer. Wat? En toen daar nog het verhaal van moord bij kwam. Nou ja, toen was natuurlijk helemaal poging tot moord en misschien ook wel daadwerkelijk moord. Toen was natuurlijk helemaal duidelijk dat de heer Thomas gewoon hartstikke schuldig is. Ik veroordeel de heer Thomas de Zeppeling. Rust in de rechtszaal. Orde in de rechtszaal. Ik veroordeel de heer Thomas de Zeppeling tot het uitzitten van een gevangenisstraf van tenminste 3 dagen in Rusland. Yes! En het betalen van een boete en het betalen van een boete van tenminste 3 diamond blocks. Je bent niet met hoge beroep. Hoge beroep. Als moord zo goedkoop in. Dit is mijn uitspraak. En daar zult u het mee moeten doen. We gaan een nieuw systeem opbouwen. Inderdaad. Wat drinkt iedereen? Welkom allemaal in Daphnes. Drinken. Daphnes. Snel, verlaat de rechtszaal! Oh, Jezus. Evacueer! Nou, daarna hebben we letterlijk een hele stream gedaan om een fucking berg weg te hakken. Dat was erg leuk. Als je dat wil zien, kom vooral kijken op mijn streams. Vincent was ook in de tussentijd bezig geweest met heel veel Witherheads verzamelen. Dus we gingen met heel Zwitserland eventjes 3 van die beesten achter elkaar verslaan voor 3 beacons. Ga eens aan de kant, Erwin. Je loopt telkens verder naar achter. Jawel, het gaat in. Je moet content kunnen zoeken. Hij breekt het makkelijk open. Ga maar. Nog een kreet. Iemand een kreet. Go! Go! Ah, daar is die! Rennen. Neem afstand, jongens. Nee, ik heb een schild, Daar gaat hij. Oh, Vincent staat er dichtbij, hoor. Ja! Oké, go! Niet op elkaar slaan, Steek hem in zijn nek, Nice. Niet naar boven, hij gaat naar de mijn, Ja, we hebben hem, nice. Lekker! Oké, ja, dan gaan we weer. Kaboom! Ja, let's go! Steek me terug.
Steek hem in zijn neus. Hij wil weg, hij wil weg. Kijk uit, sla elkaar niet. Oh nee, oh nee, oh nee! Oh. Nee, 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 hij moet niet weg, hij moet niet weggaan. Bijna boog te oh jee, oh jee. Oh, let op je hand. Oh, mijn HP, mijn HP, mijn HP. Mappen. Oh, mijn HP, mijn HP, mijn HP! Yeah. Oh nee! Oh nee, hij focust me! Sla hem snel, sla hem snel! Sla hem! Ja, oké, goed. Oh fuck, mijn apple. Ik heb een apple nodig. Moet je een apple hier. Ja, komt hij weer. Kijk uit, Erwin. Ja. Knuppel hem! Knuppel hem met je zwaard! Pak hem! Pak hem! Pak hem! Ho, hier is de mine. Hij focust mij. Pas op, niet jij slaan, hè. Oh, we hebben hem bijna. Ja. Easy, jongens. Voor Zwitserland! Hey, Zwitserland! Erwin, doe nou mee, Erwin. 3 bekens. Lekker. Beacon Power! Wacht even. Dames en heren, dat was allemaal weer. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Er zaten veel evenementen en dingetjes in deze. Desalniettemin hoop ik dat jou volgende keer ook weer kan zien in een nieuw filmpje. En ik check je later. Kom naar mijn streams. Of niet. I don't give a shit. Kijk dit. I don't care. Ik zie je de volgende keer weer.